Welkom bij een nieuwe aflevering van Guess Who. Vandaag met de doelmannen Remco Pasveer, Jay Goorter. We gaan een klassieke Wie is het spelen, maar niet tegen elkaar. Ik ga jullie 6 aanwijzingen geven om 1 speler te raden. Na iedere aanwijzing is het de bedoeling dat jullie spelers beginnen te elimineren. Als jullie eenmaal een speler hebben geëlimineerd, mogen jullie hem niet terugbrengen. En het gaat erom wie het laatste 1 speler over heeft. Als je het goed hebt, heb je een punt. Als je niet goed hebt, mag de andere speler doorgaan met raden wie het is. Is duidelijk? Yes. Nou, laten we direct gaan beginnen. Hoe staat het met spanning? Wel een beetje. Beetje, ja. Weet je? Veel spanning. Veel spanning, hè? Ja. Oké, laten we gewoon direct gaan beginnen. Speler nummer 1. Hij werd geboren in het jaar dat Manchester United David Beckham aan Real Madrid verkocht voor 35 miljoen euro. David Beckham. Ja. Is hij in ieder geval geboren? Toen werd hij geboren, ja. In ieder geval. Ja. Oeh, weet je een beetje welk jaar dat was? 2 keer naar weg in ieder geval. Je hebt jezelf weggedaan, hè? Ja, ja. Maarten. Die kan weg, die kan weg. Die kan weg, die kan weg. Kan je een beetje herinneren welk jaar dat was? Nee. Nee, misschien, ik denk dat ik nog een baby was. Die kan weg. Die kan weg. Die kan weg. Ja. Nou. Ja. Het is een beetje grijs. We gaan door. Hij gaf een assist tijdens zijn debuut voor het nationale team. Ja, dan blijft er voor mij al eentje over. Ja, dat hij een assist gaf? Ja? Ik denk het wel. Die zou kunnen. Ja, dan ga ik dit allemaal wegdoen. Die weet ik niet. Hij werd geboren in Lelystad. Daar zit ik niet lekker in, hoor. Daar zit ik er nu niet lekker in. Het is allemaal geen Lelystad, dus. Nee? Nee. Wat wil jij het zeggen, Jay? Divine Ranch. Dat klopt. Dat is correct, Divine Ranch. Is goed gedaan, Jay? Goed begonnen. En wat vind jij van David Beckham? Je hebt ook een beetje het knotje wat hij toen had bij Real Madrid. Ja, het kopieert een beetje. Fantastische speler natuurlijk. Ja. Speler nummer 2, aanwijzing nummer 1. Hij stond als jeugdmascotte op de foto met Christian Eriksen. Ja, dat ben ik sowieso niet. Oh, ik denk die per ongeluk wel. Ja, je mag hem toch. Als jeugdmascotte. Als je het netjes vraagt, ja. Oh. Ah, ik kon hem wel omlaag trouwens. Je bent ooit mascotte geweest? Ik zeg niks, matje. Nee. Ik zeg niks, matje. Stekenburg wel, maar die heeft met hem gevoetbald. Ik was geen mascotte. Hij kan ook, ja. Ja, ik denk dat ik gewoon een risico ga nemen, man. Ja? Zo. Hey! Ja, weet je het zeker? Ja. Nou? Ik ben het zelf. Je bent het zelf, ja, dat klopt. Jij bent het wel zelf? Ja, ik ben het zelf. Ai! Ja, dat is... Zit ik er alweer niet lekker in, hè? Ik wist dat ik zelf moest blijven staan. Ja. Ik dacht, ik kan nog langer, maar straks komt er een aanwijzing van. Dan kan hij meedelen. Dus tactisch over nagedacht. Tactisch over nagedacht. Je hebt een promotie meegemaakt. Debuut in de beker. Je vergeleek jezelf met Ronaldinho. Nee. Je verbrak een record uit het seizoen 1970-1971. Ja. Oké, Ronaldinho. En komt uit de stad waar ook Mitchell Bakker, Mitchell Dijks en Jurie Rooster zijn geboren. Hij heeft zichzelf met Ronaldinho vergeleken, ondanks zijn trainingskamp. Dat is niet waar trouwens. Hè? Iedereen denkt dat ik in Purmerend ben geboren, maar ben in Amsterdam geboren. Is het in Amsterdam geboren? Ja, ik ben in Amsterdam geboren. Staat verkeerd op Wikipedia. Maar Ronaldinho, ja? Nee, we waren op trainingskamp, moest ik rondleiding geven. En toen was ik aan het skillen met de basketbal. En toen zei hij, ja, lijkt wel een beetje op Ronaldinho. Toen zei ik, Ronaldinho van de keepers. Ja. Wat vind jij van die vergelijking? Nou ja, ik denk dat we hier morgen even met Maarten gaan over hebben. Want ja, maar jullie, heel veel mensen zeiden al, als je dit serieus neemt, maar je weet dat het een grap is natuurlijk als je mij kent. Ondertussen staat het wel 2-0. Ja. Kunnen we nu beginnen. Speler nummer 3, aanwijzing nummer 1. Hij was de jongste debutant ooit bij zijn eerste profclub. Ik denk dat ik het weet in één keer. Ja? Maar je hebt nog 5 aanwijzingen. Jongens uit de Ajax-jeugd kan niet, want de jongste debutant was Gravenberg. Hij betreft jou. Ja, hij is sympathiek. Hè? Gratis informatie. Ja, maar ja, kan ook zijn dat hij... Misschien een verkeerd beentje zet of zo. Nee. Zullen we, ja? Tweede? Ja? Hij zat samen met een huidige ploeggenoot op school.
Ik denk dat ik nog even ga wachten, man. Het is te hard. Ja. Ik denk dat ik namelijk wel iemand heb weggetikt. Oké. Okay. Nou, hij droeg als kind een oranje shirt met nummer 14. Oh, wow. Dat ging toch makkelijk. Okay. Ik zag het. Ik zie het door de vingers. Dankjewel. Ik had er niet aan. Oké, aanwijzing nummer 4. Hij is geboren in dezelfde stad als Justin Clifford en Naci Unuwar. Spiet toch een beetje mee. Ja, er zijn er toch wat over. Oké, hij werd kampioen van de tweede divisie. Ja, ben ik al klaar. En de aanwijzingen maken het ook niet makkelijker op. Ik ben al klaar. Ja? Ja, 100%. En aanwijzing nummer 6. Real Madrid is zijn droomclub. Nee, ik heb helemaal verkeerd lopen klikken, want volgens mij is geen enkele bij mijn bord kampioen van de tweede divisie geworden. Dus. Ja, ik zou er misschien eentje over kunnen houden. Ik moet zeggen dat jullie hem allebei nog hebben. Jullie hebben hem allebei nog, gestaan. Kampioen geworden. Wacht. Ik weet het allemaal. Ja, ik ook. Denk ik dan. Denk ik. Maar ik weet niet zeker. Nee, jullie hebben hem allebei fout. Ik ben allebei fout. Het is Owen Wijndal. Echt? Hij werd kampioen met Jong AZ. En hij zat samen met een huidige ploeggenoot op school, dat is Kenneth Taylor. Nou, hebben ze samen in dezelfde school in. Oh ja, Willem Blauw. Heeft Kenneth op school gezeten? Ja, Kenneth heeft op school gezeten. Ja, dat is in Alkmaar. Willem Blauw, toch? Ze leren nog wat. Willem Blauw. Speler nummer 4. Hij speelde in de jeugd van Ajax. Ik ken de kibbestrepen hier. Ja, je hebt problemen met die, hè? Omgooien met deze middelste. Ja, dat is die middelste. Ja, maar die kon middelste op tweede rij. Hij kwam uit voor 2 landen. Dus voor 2 nationale elftallen. Dat kan ook jeugdteam zijn, dus hè? Kan ook jeugdteam zijn. Die krijg je van mij. Sympathiek. Hij won zijn eerste wedstrijd als basisspeler van Ajax met 13-0. Een basisdebuut. Hij is sowieso voor 1 man. Ja, dan zou ik hem al weg hebben, denk ik. 1 man uitgekomen, 1 man uitgekomen. Ja, volgende? Ja. Hij had bij Ajax dezelfde trainer als bij een van zijn eerdere clubs. Zeg het maar. Sean Kleiber. Dat is correct. Had jij hem nog staan? Nee, hij is al weg. Nou, hij speelde voor Nederland onder 20 en onder 21. En voor Suriname. Ja, maar. Ja, tuurlijk. Ja. En voor Suriname. Oké, vraag nummer 5. Hij is Europees kampioen. Dat is niet heel prettig dit. Ik klik sowieso vooral de jongens weg die geen Europese nationaliteit hebben. Zijn vader was eveneens profvoetballer. Een paar weet je toch gewoon niet. Hij werd afgelopen seizoen voor de 3e keer in zijn carrière landskampioen. Zeg het maar. Remco Pasveer. Ja, dat weet hij dan ook weer. Ja, doet hij goed, hè? Ja, doet hij goed. Hij weet veel. Nou, dan gaan we verder. Laatste vraag. Hij won prijzen met 4 verschillende Nederlandse teams. Die kunnen denk ik een heleboel weg. Hij speelde in de jeugd van AGOVV. Ja, ik weet het. Ja, ik weet het. Ik denk dat ik hem ook weet, man. Nou, dit is voor 5 punten. Dus als je deze goed hebt, nou, zeg het maar. Steven Berghuis. Ja? Steven Berghuis. Nou, allebei 5 punten erbij, dus allebei net zo goed 1 punt. Lekker, goed gedaan, goed gedaan. Jay, gefeliciteerd, jongen. Dank je wel, vriend. Jay, jij komt... Deze keer als winnaar uit de koker. Dus goed gedaan, goed gespeeld. Ja? Ja, kijk, dat is mooi. Sportief. Zo is het. Dankjewel. Yes, graag gedaan.